Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij Elroy Ryan en het laatste cryptonieuws. Vandaag neem ik je weer mee in het laatste cryptonieuws. Goed, mocht je dit wel leuk en interessant vinden, duimpje omhoog wordt zeer gewaardeerd. En dan laten we aftrappen met het eerste nieuws wat jou zeker niet zal zijn ontgaan. En dat is de Apple Store gijzeling van gisteravond en gistermiddag. Wat een bizarre toestand daar in Amsterdam op het Leidseplein. Maar dat niet alleen. Die 27-jarige Amsterdammer, die dus inmiddels is aangehouden doordat hij is aangereden, eiste 200 miljoen aan cryptovaluta tijdens de gijzeling in Apple Store. En dit liet hij weten via AT5. Hij maakte een selfie met een bomvest aan en het liep helemaal uit de klauwen. Maar gelukkig, rondom 11 uur, 10 uur is deze persoon aangehouden door het arrestatieteam. En dat is natuurlijk gelukkig goed afgelopen. Een recordstijging van BBP in El Salvador van 10%. Maar was dit dankzij de Bitcoin? Nou, ik kan je alvast een klein verklapje doen naar het volgende artikel. Dan krijgen we al gelijk het antwoord. En hier staat 30% meer toerisme in El Salvador sinds Bitcoin adoptie. Dus komt het door Bitcoin? Ik vermoed het wel, want het begint toch het land van crypto te worden. En juist doordat je nu overal met Bitcoin kan betalen, trek je toch een bepaalde doelgroep aan. En het is natuurlijk fantastisch dat deze technologische ontwikkeling nu in El Salvador ook beschikbaar is. Ik weet wel wanneer er meer landen gaan volgen. Zal daar ook toerisme gaan aantrekken tot het normaal wordt. En het mooie is natuurlijk als het straks normaal kan en gaat worden. En directeuren van cryptobeurzen onder vuur de oproep om Bitcoin zelf op te slaan. Het zal je niet ontgaan zijn, de crisis in Canada. Al die mensen die waarschijnlijk ook niet meer bij hun geld kunnen of de bankrun die plaats lijkt te vinden, is natuurlijk niet iets positiefs. Maar ook een aantal grote cryptobeurzen die hebben aangegeven, wij kunnen niks doen als de overheid crypto bij ons komt halen van Canadese mensen, moeten wij dat geven. Dus wij kunnen niks doen. En dat wil dus eigenlijk zeggen, toen hebben ze ook gezegd, zolang het bij ons op de beurs staat, kunnen ze het van jullie afpakken. Dus wil je daar vanaf, moet je ze zelf gewoon opslaan. En deze boodschap die zij hebben gedaan, dat wordt dus nu onder vuur genomen. En is dat terecht of onterecht? Laat het me even weten hieronder in de comments wat jij ervan vindt. Ik vind het in ieder geval, ik ben heel blij dat de cryptobeursdirecteuren dit hebben gezegd. Om zelf natuurlijk gewoon baas over je eigen geld te zijn. Want in dit geval lijkt het niet zo als ik kijk nu naar Canada. En onderzoek Deutsche Bank schetst een bullish uitzicht in de cryptomarkt. En wat hier eigenlijk de main topic is van deze hele item. En dat is meer dan 70% zegt te investeren in een bear market. En dan denken we aan grotere fondsen die nu de potentie van Bitcoin zien, die nu wakker geschud zijn, die zullen nu gaan investeren in deze beermarkt. Maar hoe zit het dan echt? Gaan ze dat echt doen? Dat is een grote vraag. Want ik weet nog wel, toen Bitcoin 20.000 was, iedereen wou toen Bitcoin kopen. Toen hij op een gegeven moment op 6.000 en op 3.000 stond, wou niemand meer Bitcoin kopen. Dus ik vraag me af in hoeverre dit soort uitspraken wij serieus kunnen nemen. Natuurlijk, als we kijken naar de particuliere belegger, is dit wel het geval dat heel veel personen denken dat Bitcoin dood is. Of Bitcoin valt nu naar 15.000, 20.000, 25.000. I don't know. Nobody knows. Maar zullen mensen dan toch nog in Bitcoin investeren? Of is het dan weer dood? Dus dit soort uitspraken zijn heel makkelijk. Wanneer de prijs nog niet te hard is gevallen. Wanneer het natuurlijk gewoon roziger uitziet. Maar op het moment dat het daar is, denken zij er dan nog steeds zo over. En Infinity verkoopt meer dan 400 miljard aan NFT's. En dit is een leuk nieuwtje, leuk extraatje. Volgens de data van die app Raider heeft Axie Infinity totaal 4,14 miljard aan NFT's verkocht op de ingebouwde marktplaats. Daarnaast zijn er zeker 200 miljoen handelaren actief geweest. Nou, dit zijn natuurlijk gigantische cijfers. Dit laat ook wel echt zien wat de NFT-wereld kan doen en hoe gehyped de NFT-wereld is. Als laatste, Bitcoin Lightning Netwerk blijft groeien ondanks neerslachtige markt. En ook dit is natuurlijk een heel mooi gegeven. Hoe groter Lightning, hoe mooier, hoe sneller. En natuurlijk ook door de verschillende layers zal het ook, en door de ontwikkelingen ervan, zal het ook steeds veiliger, sneller werken. En dat is natuurlijk gewoon iets waar we naartoe willen op het moment dat wij werken met Lightning Netwerk.
En natuurlijk ook nog eens dat je daardoor, hè, de fees die gigantisch laag zijn, dat is natuurlijk iets waar je vooral in de toekomst heen wil. Goed, mocht je deze video weer leuk en interessant vinden, duimpje omhoog wordt zeer gewaardeerd. En ik wil je nogmaals benadrukken, de Elliott Wave cursus en de trainingen mindset cursus. Op het moment dat jij deze aanschaft, krijg je gratis 3 maanden lang toegang tot de Discord omgeving. De cursussen worden op dit moment gerebrand, nou ja, niet gerebrand, maar worden vooral in een nieuw jasje gestoken met de ervaring die ik nu heb, de kennis die ik nu heb. En nog eens extra tools en indicaties en lesmateriaal in vergelijking met het wat oudere beeld. Goed, dankjewel weer voor het kijken. Mocht je deze video leuk en interessant vinden, duimpje omhoog voor dit. En ciao, ciao.